Een lancering met een Nederlands tintje, dat kan je gewoon zeggen. Want vanochtend om iets over 10 onze tijd werd de Europese ruimtetelescoop Gaia per raket de ruimte ingeschoten. Vanuit het Frans-Guyanese Kourou. In die ruimtetelescoop ook onderdelen van Nederlandse makelij. En die ruimtetelescoop Gaia gaat in 5 jaar tijd 1 miljard sterren in ons melkwegstelsel in kaart brengen. Even een bezoekje brengen aan het verleden. Inja Snelle, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Leiden, neemt ons mee naar de oudste nog bestaande sterrenwacht ter wereld in het hartje van de stad. Hier hebben vanaf 1633 heel wat professoren, assistenten en studenten hun onderzoek gedaan. Dus dit is de oude Leidse sterrenwacht? Ja, inderdaad. Al zit hier voortaan rechter. Ja. Maar wij hebben hier tot mid jaren 70 gezeten. Een koepel daar, hè? Daar zit de telescoop in. Ja. Ja, dat is een telescoop uit 1870 zelfs. Dus dat is heel oud. Ja, ja. Ja, ja. Astronomen die dan dienst hadden sliepen hier. Ja. Ja, en als het dan helder was, ja, dan zo gauw de zon ondergaat, dan kon de koepel open. Oh, wauw. Dus dit is een koepel? Ja, dit is de grote koepel met de 10 duimskijker. En wat deden ze hiermee dan? Nou, met zo'n soort kijker kun je dus van sterren heel erg precies meten waar ze aan de hemel staan. Ah, dus hetzelfde wat Gaia, dus die satelliet binnenkort gaat doen, dat deed dit ding dus ook eigenlijk? Alleen dan duizenden keren minder goed. Ja. Ik kan een voorbeeld geven. Men vond dat als men dit over jaren en vele jaren meet, zag men dat sterren een hele rare wobbel hadden. Ja. Dus dat de positie niet precies juist bleek te zijn. Nou, na maandenlang zoeken waar dat vandaan kwam, kwam dat omdat helemaal beneden er een kolenruimte was, waar elke 3 maanden de nieuwe kolen inkwamen. Ja. Waardoor deze kijker een heel klein beetje scheef brandt. Ja. Dus Gaia heeft daar geen last van kolenruimte. Geen last van. Nee. Fast forward naar het heden. 3, 2, 1, top, decollage. Vanochtend werd Gaia dus gelanceerd. Een Europese satelliet die iets gaat doen waarbij alle eerdere pogingen om het heelal in kaart te brengen totaal verbleken. Prijskaartje? 750 miljard euro. Maar dan heb je ook wat. Want Gaia gaat de komende 5 jaar bizar veel objecten in onze melkweg in kaart brengen. Iets wat sterrenkundigen vroeger enorm veel tijd kostte. Nou, dat was hard werk. Hè? Dus zo gauw het helder was, moest hier de koepel open. En dan ging men de hele nacht sterren opmeten, data opschrijven. Ja, dat is echt monnikenwerk. Gaia is 15 jaar gewerkt. Voor astronomen over de hele wereld, ook Inja Snelle, het sluitstuk van een operatie waar ze met smart op hebben zitten wachten. Ja, ik vind het echt een fundamentele missie. Ja? Dit gaat van 1 miljard sterren, gaat het precies de positie aan de hemel meten, het gaat de snelheid van al die sterren meten, het gaat de afstand meten. Dus wat voor onderzoek je ook doet, je komt altijd dan data van Gaia tegen en die kan je helpen om te begrijpen wat er gaande is. Dus een soort hele enorme grote eikmeting. Absoluut. Ja. Dus je kunt je voorstellen, vroeger, zo'n 100 jaar geleden, konden we dat misschien maar voor een paar zonnen, een andere zon. En nu kunnen we dat dus met Gaia voor 1 miljard sterren. Ja, wat een sprong vooruit, hè? Enorm. Nederland heeft zo'n 35 miljoen euro in het project gestoken en er zit ook heel wat Nederlandse techniek en onderzoek in het apparaat. Geen wonder dat er vanochtend in Noordwijk nogal wat professionals op de satellietuitzending van de lancering afkomen. Want zij hebben jarenlang aan het project gewerkt. Volgens de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO bepaalt geen weggegooid geld. De ruimtevaart levert Nederland sowieso al heel veel op. Nederland krijgt rechtstreeks al voor iedere euro dat het investeert in de ruimtevaart 3 tot 4 euro terug. Onder andere via ESTEC, waar we nu zijn. Dat technische instituut hier, hè, in Noordwijk? Ja, het grootste instituut van ESA is dat. Het technische testcentrum en ontwerpcentrum van ESA. Maar ook de kennis die we opbouwen in de ruimtevaart wordt naast in de ruimtevaart ook in het dagelijks leven toegepast. De chipmachines die in Veldhoven gemaakt worden, wordt onder andere met ruimtevaartkennis worden die gemaakt. De prestaties zijn letterlijk astronomisch.
Gaia catalogiseert de komende jaren dus zo'n 1 miljard sterren. En dat levert zo'n 1000 terabytes aan informatie op. En de fotocamera aan boord is meer dan 100 keer zo sterk dan wat er in uw fotocamera zit. Dus de verwachtingen van het apparaat zijn enorm hoog, ook bij Inja Snellen. Als je zo precies gaat meten als Gaia, dat is als de breedte van een haar of de dikte van een haar op 1000 kilometer afstand. Als je dat voor sterren kunt doen, dan kun je ook zien dat die sterren allemaal een beetje wobbelen. En dat komt omdat er andere objecten, objecten zoals de aarde of Jupiter, om ze heen draaien. En daar kunnen we dus ook heel veel van. Oh, dus die andere sterren heel ver weg hebben ook allemaal planeten om zich heen draaien. Ja, absoluut. Het lijkt ons nu al duidelijk dat Gaia gaat die duizenden vinden. Snelle leeft in een mooie tijd, zegt hij. De ontwikkelingen in het ruimteonderzoek gaan razendsnel. Er wordt zoveel ontdekt, alleen het blijft ver weg. We zullen het altijd van een enorme afstand moeten bewonderen. Reken maar even mee. Ja, als je bedenkt dat de dichtstbijzijnde ster Alpha Centauri al op 4 lichtjaar staat. Dus het zijn enorme afstanden. Ja, wat is het? 4 keer 10.000 miljard kilometer? Dat is bijna. Het is 300.000 kilometer per seconde. Maal 86.400 seconden in een dag, maal 365 dagen in een jaar. Dus dat is dan weer een grote afstand. Tientallen miljarden in ieder geval. Ja.